Hallo allemaal, daar zijn we weer. Nou, welkom allemaal bij een nieuw vlogje. In Blaricum. Dit keer. Blaricum? Ja toch? Ja. Of Bussum? Nee, Blaricum. Gaat nu alweer helemaal mis. Het is maandag. Dat gaan we allemaal doen. Hallo allemaal, daar ben ik weer. Deze tuin die is 12 jaar geleden aangelegd. Ze willen nu wat aanpassingen, onder andere een zwembad en een carport met schuur. En wij gaan de hele rest eromheen opnieuw aanleggen eigenlijk. Ja, het onderhoud doen we al toch? Onderhoud doen we al inderdaad. Dan moet je maar even niet opletten in het filmpje. Dat is even ingeschoten. Niet door ons, maar... Nou ja, we worden gewoon eerst dingen gerenoveerd en daarna gaan we weer, Alles, alles kijken van wat moet er bewaard worden ook. Ja, er wordt ook het een en ander geplant en zo. Maar goed, fase 1 is eigenlijk al gebeurd. Dus het gat graven voor het zwembad. Klant komt eraan. Klant? Oh jee. Interview. Interview. Gezellig hè? Oh, wat leuk joh. Fase 2 is dus inderdaad de oprit. Dat hebben ze op de puinverharding gestort. Ik denk puur omdat het een beetje kostenbesparend was vanwege de kosten, sluitpost van de tuin. Grind, zo neerstort, klaar. Ja. Nou goed, dat is een grasveld geworden. En het wordt altijd gewoon gemengd dan, hè? Ja, dan gaat het puin door het grind heet komen. Gewoon aarde, puin, alles zit door elkaar, door het rijden. Ja, dat rijden natuurlijk helemaal door elkaar. Oké, en dan nog... Dus het nu uitgraven, weggooien. En er komt veel doek, dus geen zwart worteldoek met al die lelijke sliertjes, maar echt veel doek. Dan krijgen we GS-platen op. Dat zijn kunststof rijplaten zeg maar, waar je grind in stort. Dat gebruiken we wel vaker. En dan gaan we weer grind terugstorten. Dus dat is fase 2. En fase 3? Fase 3 is keerwanden rondom de tuin zetten. Dat is echt een behoorlijk stuk. De keerwanden zijn gemaakt van kortenstaal. Dus die gaan we mooi verwerken langs de randen. Dat gaan we weer afvullen met zand en dan krijgen we fase 4 en dat zijn de keramische tegels. Die komen dan aan de achterkant van de tuin te liggen als nieuw terras. Daar komt nog een hot tub op, een jacuzzi. En... Dus verschillende vlogjes? Verschillende vlogjes worden het, anders wordt het echt... Te lang. Wordt het een speelfilm voor de... Dan wordt het Lord of the Rings. Ja, precies. Ja. Maalstroom. Alles. Ja. Zeg, dat ligt daar. Hè? Ja, hier ligt de stroomkabel. Ja, we zullen gewoon afdozen mee. Stroomkabel geraakt. Dat ligt lekker diep. Hè? Lekker diep ligt het. Ja, goed diep. Op 30 centimeter. 20, 30 centimeter. Linkje erboven. Maar we zijn nu een geultje aan het graven voor de zwembadbouwer. Ja, voor de techniek van het zwembad. Maar ja, helaas. Ik zal eens even vragen of ze nog stroom hebben binnen. Ja. Goed gedaan, man. De kabel geraakt. Alleen. Als je ziet is hij een beetje aan het smeulen, dus dat hebben ze niet helemaal goed aangelegd. Het is gewoon aan het branden. Geel zit erin voor de leidingen. Het is best wel van werken, precies het stukje hier wat ik met de hand moest doen, daar lag wat leuke verrassingen. Maar het is eruit. Ik weet niet of je het zo goed kunt zien op beeld, maar het is echt een chaos nog. Het is echt bizar. Er moet nog heel veel grond weggebracht worden en we gaan her en der nog ophogen. Er moeten nog meer kabels gelegd worden. Maar ik vind dit altijd een lastige dagjes, laat ik het zo zeggen. Het is één chaos, één puinhoop.
Maar goed, je moet er even doorheen en dan als dit helemaal is gedaan, dan, dan kunnen we lekker gaan opbouwen. En dat is natuurlijk altijd het leukste. Maar je moet er even doorheen. De boys zijn voor goed bezig. Heeft alles geleverd. Laatste dingetje. Ik ga naar de stort groenafval doen. En morgen weer een nieuwe dag. Volgende dag. Volgende dag. Wat zijn we aan het doen? We zijn vandaag begonnen met het puin. De puinverharding afschrapen. Zodat er zo meteen wat zand op kan. En dan kunnen we daarna de grindplaten erop. Puin, zand, worteldoek. En dan die platen. Dat is beter, hè? Ja. Dan wordt het niet gemengd. Dat is de beste manier. Alleen dus dat gaan we nu doen? Dat gaan we nu doen. Nou, dan pak hem maar, hè? Ja, zeker. Ik ga even... bij je? Cashgeld? Ja, dat is mijn mitieur. Er zit een vervelende... geluidsdemper. Klant wil niet betalen. Wat ben je aan het doen? Ik ben mooi de CS plaatjes aan het leggen. Ja. Dat is mooi dat ik het zand een beetje helemaal gemaakt. Met de greppel eraf gehaald. Ja. Pijnvaarding. Klein beetje zand eroverheen. Ja, heel klein. Weer gedeeld. Ja. Druk het hele worteldoek eronder. Zodat de penwortels en dat soort onkruiden allemaal geen kans meer maken. Geen kans meer maken. En de platen. En dan de plaatjes en dan het grind erop. Lekker, hè? Ja. Top. En dan, dit is echt een super mooi kliksysteem. Dat moet je dan wel goed doen. Ja. En nou, ik zal het in het filmpje even zetten hoeveel ton hierop kan. Maar dit zijn qua gewicht, kunnen hier echt de zwaarste wagens op. Ja. Mocht je ooit met zwaar race ook nog in de... Ja, je zal geheid een keer met een hoogwerker naar binnen moeten of iets. Precies, dan kan je hier gewoon gerust overheen rijden. Go, 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 rennen! Ben je nog steeds blij met je kolen, Stef? Ja! Ja, hè? Dus, wel een goed tipje. Ja. Doe ik de eerste stuk van de Big Decks. Snij ik allemaal open. Zo. Ja. Als je je kruiwagentje ernaast zet. Kan je het er zo in schuiven? Snij hem open, valt de helft valt er al in. Wow. Dat is goed, hè? Door, man.
even apart gehouden. In deze chaos hebben we toch nog dingen apart gehouden. Het gras wil je natuurlijk nergens in je borders hebben. Dus dat hebben we hier op een berg gegooid. Dus dat gaat nu weg. Welke storm was het, jongens? Katrina. Katrina? Francis. Storm Francis komt langs. Oh, misschien ligt er wel een boom op achter. Maar eventjes ietsjes lange koffie wezen drinken. Want het ging echt flink tekeer, maar we zijn dus weer op plaats delict. We gaan vandaag dit stuk doen. Dus vandaag gaan we onder de carport en dit stuk met grind platen doen. En grind. Dit nog een beetje afwerken. En we hebben helaas iets te weinig plaatjes. Dus die moet ik nog even gaan ophalen. Wat ga je met die plaatjes doen? Huh? Ga je met die platen doen? Platen. Plintjes? Plintjes? Plintjes zetten. Die doen meestal met plinten. Dat wil je weten? Nou, dat ze in de tuin korte staal gaat verwerken. Ja? We gaan in deze tuin korte staal verwerken. Die matten leggen is eigenlijk hartstikke makkelijk. Er zijn twee dingetjes waar je even op moet letten. Dat zal ik even laten zien. Het is verstandig dat je hem half steens, noem je net, halve band legt. Stel je voor je hebt hier één lijn helemaal. En die lijn die klikt los, dan heb je natuurlijk twee losse delen. Nou, dat gaat op deze manier veel minder snel. En dan is het heel erg belangrijk. Als je deze matjes gaat leggen, dan heb je van deze, nou ik noem het maar even mannetjes, het uitsteekseltje, die klik je, zo maar zeggen, in het vrouwtje. Gaat een beetje lastig met één hand, maar dan heb je, ik hoop dat ik het goed kan inzoomen, dan heb je hier ook nog een klikje zitten. Het is belangrijk dat je dus die er ook goed inslaat. En dan kan hij eigenlijk ook niet meer omhoog. Dus dan kan hij niet schuiven door dat lipje. En ook niet meer omhoog. Er kwamen zo direct grote auto's op te staan. En je hebt vaak met opritten met grind dat het worteldoek of de grindplaten omhoog komen. Nou, dat wil je dus niet hebben. En met deze platen heb je dat eigenlijk nauwelijks. Dus als je het goed verwerkt, goed inklikt. Dan heb je voor een hele lange periode een mooie oprit met grind. Oh nee. Oh god. Geen honden. Nou, we hebben daar de oppashond van de tuin waar we doen. Alleen die is ontsnapt de tuin in en die is agressief. En als we hem één beweging maken, dan wil hij ons bijten. Oh god. Oh god. Hé, hij heeft twee verschillende ogen. Hoe kan dat dan? Die contactlens in. Nou, ik ben nu met het meest zware werk bezig. Het grind sproeien. Zoals je daar kan zien heb je wat droge plekken in het grind. Het is basalt grind. Dat is heel donker, maar door het stof is het gewoon nog heel erg grijzig. Zoals je wel ziet, als je het nat maakt. Die kleur die gaat het een beetje worden. Je schrikt daar niet van. Het is gewoon stof, dat duurt gewoon even een periode voordat het weggaat. Door de regen. Maar goed, hieronder valt natuurlijk geen regen. Dus was hier het
zwaarste taakje van de dag aan het doen. Nou, voor nu, eventjes voor dit vlogje, zit het werk erop. We hebben de cirkel helemaal af. En het stuk waar het nieuwe bijgebouwtje is gebouwd, is helemaal af. Hier moeten we nog even op wachten. Hier komen stalen keerwanden in. En dan kunnen we daar weer tegenaan gaan werken. En de aannemer die gaat ook nog wat dingen doen daar. En dan is het volgende project de rest van de tuin. De aannemer moet nog van alles doen. En de zwembadbouwers moeten nog van alles doen. Dus wij zijn voor nu klaar. En de volgende fase zullen we ook filmen. En die krijgen jullie dan ook te zien. Ciao! Alessio is verkouden. Dus hij gaat nu een coronatest doen. Gaat hij nu lachen? Nou, sterkte. Ja, dank je. Ik ga een paar dingen doen. Moet ook mijn corona steun aanvragen, denk ik. Ik ken het nou, als het van 36 graden is, toch? We waren helemaal weer regen gegaan. Dat het koud is. Tja.